Bruma. Van der Vaart naar de tweede paal. Buffon. Matthijssen. Hij is raak. Hij is raak op zijn verjaardag. Wie raakt hem nog aan? Van Nistelrooy. Sneijder is de man die een assist achter zijn naam krijgt. Want die gaat erin omdat Van Nistelrooy die bal helemaal onbereikbaar voor Buffon in het hoekje frummelt. Een als schok bedoelde voorzet van de jarige. En een doelpunt van Van Nistelrooy, zijn vijfde op een eindronde. Buffon was even uit zijn doel. En dan staat daar Van Nistelrooy. Staat hij buiten spel is de vraag. Staat hij buiten spel is de vraag. Ik denk het wel. Maar daar wordt anders over gedacht voor de grensrechter. Zo kun je het niet 100% zien, maar ik denk dat hij buiten spel staat. Dan is Pirlo de man van de hoekschop aan de linkerkant. Stevast. Dan is daar natuurlijk niet alleen Tony, maar ook Materazzi om in de gaten te houden. En Panucci. En het is Van Bronckhorst die hem op de lijn haalt. Giovanni. En die meteen mee naar voren is. En haalt hij vandaan. Tweede paal is Dirk Kuyt. Goed gedaan. Sneijder. Sneijder. Sneijder op zijn verjaardag. Nummer 2. Van Bronckhorst. Een standbeeld verdienen. Regie laat Van Bronckhorst zien. Natuurlijk Sneijder. Op zijn verjaardag. Scoort. Schitterende goal. Schitterend. Ploeggenoten van Real. Allemaal knuffelen. Maar wie knuffelt dan toch Giovanni Van Bronckhorst? Moet ik het dan maar doen? De man die hem van de lijn haalt. Die in een geweldige sprint. Hier komt hij. Die elke 100 meter loper eruit loopt nu. Daar is hij met zijn voorzet. Kuyt. Die dat doet wat je dan weet dat hij doet. Want hij is onbaatzuchtig. En wat kon hij trouwens ook anders doen daar? En dan die schitterende goal van Sneijder. Wat een verrukkelijk doelpunt. Nu deze vrije schop met Pirlo. En wat een shot. Wat een geweldige redding. Hij was op een klop, zo leek het toch. En toen kwam die rechterarm. Dat was de bekende tentakel van een octopus. Maar Nederland is weg. Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Op Kuyt. Doe het. Van Bronckhorst. Ja. Giovanni Van Bronckhorst speelt de wedstrijd van zijn leven. Nooit was hij zo goed bij Barcelona. Nooit was hij zo goed in Glasgow. Nooit zo goed bij Arsenal. Nooit zo goed bij Feyenoord. En nooit zo goed in Oranje. De wedstrijd van zijn leven. Je zou bijna zeggen, joh, meteen stoppen. Op je hoogtepunt. Maar misschien komt er nog meer moois. Dat hij dit mag doen. Het is hem zo gegund. Zijn aandeel in het tweede doelpunt was zo groot. In het voorkomen van de Italiaanse gelijkmaker was zijn aandeel ook al zo groot. En dan nu deze 3-0. Zou hij zelf ooit hebben geweten dat hij zo goed kon voetballen? Hij vond het een beetje een degradatie van linksaf naar linksback. Ja, ik ga nog niet zeggen dat dit een eigen goal was. Deze was van Bronckhorst. Zambrotta heeft hem nauwelijks aangeraakt.